starten met de introductie van beide teams. Maar graag willen we natuurlijk ook kijken of het jullie als toeschouwers al een beetje wakker zijn. De fans van Serenitas Dona, laat je horen! Oké, dan gaan we eens kijken of vanuit Den Helder er al mensen mee zijn. Dozen Den Helder, laat je horen! En dan gaan we beginnen met het voorstellen van beide teams. En dan beginnen we met het team dat vandaag als gasten op het roster staat. Serenitas Donar met nummer 1, Evelien Schuilenga. Met nummer 4, Jip Groren. Met nummer 5, Else Tijdenburg. De nummer 6, Isa Timmerman. Met nummer 7, Vee Hartog. Met nummer 8, Sascha Postma. Spelen met de nummer 9, Nina Oesloe. Met nummer 10, Marijke Arnold. Met nummer 11, Max Schulma. De nummer 12, Leslie Lutje. De nummer 19, Pien Goren. Coachingstaf van Serenitas Dona, de headcoach Ellis Schouten. De assistentcoaches Jacob Visser en Esther de Boer. Dames en heren, heel veel applaus voor Serenitas Dona. En dan de thuisspelende ploeg Dozi.
achter Romy Jansen. En de nummer 13, Joa Kamman. Ah!
De zoon en vader zijn uit de nummer 10. Dan maken we Arnold eerste persoonlijke en initiatief. We gaan er twee vrije worden. Wie dan ook? Wissel aan de kant van Den Helder. Of sorry, aan beide kanten.
In het veld komt de nummer 5, Ali Lobrecht, ver aan de kant van Noma. De nummer 11, dat is door. Thanks, Shoma. Time out. Aangevraagd door de coach van Doshi met NNL voor Coachman. Als de bal niet is aangeraakt, gaan we verder op de baseline. Op de vloer, nummer 12, SP Lidje.
De kant van Nola. Maar hij gaat ons op de vloer van de nummer 7, V. Hartog. Thank you.
to shots. De persoonlijke fout is voor de nummer 4. Fabienne Zonnevan is de persoonlijke fout. En aan de vrije voorplein gaat de nummer 8, Sascha Postma.
De persoonlijke fout van nummer 5, die dan legt eerst de persoonlijke fout op de eerste teamfout. Wissel aan de kant van Dona. Terug op de vloer, naar voren. Thank you.
Time out. De fout is voor de nummer 11, en Quinty Tuinstra, eerste persoonlijke fout en tweede teamfout.
de Belt boven het doel. En de derde teamfout.